Worden deze krukken na een simpel gebedje vanavond overbodig gemaakt of is het toch allemaal een sprookje? Van heinde en verre kwamen mensen naar Breda op zoek naar genezing. Waar komt u vandaan? Ik kom uit Nijkerk. Ik kom uit Den Helder. Ik kom uit Den Bosch. Een diversiteit aan mensen met één grote gemene deler. Geloof je in wonderen? Ik geloof zeker in wonderen, ja. Ik geloof in wonderen, ja. Ik geloof in God en ik geloof in wonderen. Ja, natuurlijk. Ik geloof dat er meer is tussen hemel en aarde. Hè? Je kunt natuurlijk afgaan op je zintuigen, maar er is natuurlijk meer. Hè? Maar wij houden het bij onze zintuigen en dus kijken we mee naar de verrichtingen van pastoor Mitchell. De Amerikaan krijgt met taaie medische casussen te maken. Deze Poolse vrouw wil bijvoorbeeld af van haar heuppijn. Leave my body right now. Laat mijn lichaam. Do that. Do you feel it change? Ja, je voelt de verandering? Yes, I feel something, but physically it's no change. En deze mevrouw is doof aan één oor. En ook na het gebed van de pastoor. Dus is de conclusie. U hoort dat bloed van Jezus wel? Clearly, every time. Heel duidelijk elke keer. But nothing else. Maar de rest always niks. A sign of a demon spirit. Dat is een teken dat een demonische macht. So you stay here and sit on a chair and talk. Gaat u even op de stoel zitten, straks praten we even. En zo blijven de resultaten van de genezing op zijn zachtst gezegd een beetje vaag. Maar toch gaat iedereen met een tevreden gevoel naar huis. Ik zie wel de vooruitgang, geestelijk ook. Maar daar ging ik eigenlijk wel voor mijn ogen. Maar mijn ogen was helemaal slecht. Ik heb inderdaad een hele vooruitgang, maar mijn ogen was nat. En toen ik boven kwam, en dan werd ik helemaal droog geworden. En wie dat niet wil geloven, kan het zelf zien. Tot en met zondag 7 augustus staan de deuren van deze genezingstent voor iedereen open. En de entree is gratis.